Jij kent die, hè? Zulim. Ja, wat vind je? Wacht, maar hoor, als het zeer eerste daar gaat twee platte oranje zo bij krijgen hier. Yes, yes, yes. Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag zit weer in Maasmechelen. Het is 1 september. Ik ben direct naar de school Helix Maasmechelen gekomen. En we gaan de mensen vragen wat ze nu eigenlijk echt vinden van Céline Dept. En, wilt je dat ik naar uw school kom? Dat kan, dat kan. Tag mijn U-story op Instagram. Zorg ervoor dat heel uw school mij tagt op Instagram. De school die het meeste tagt, die het meeste pusht naar die school. Kom, ik weet dat jij ja, geniet gewoon van deze video. Let's check, ik hou. We zijn er, hè? Ja, we zijn er. We zijn er, hè? We zijn in Maasmechelen. Ja? Ja, ja, zeker. Oh, oh. Fast life, hè? Fast life, ja. Ja. Ja! Ja, man. Ja, oké. Okay. Luister, kijk. Deze vraag is voor u, ja. Wie vind jij de slechtste TikToker van België? TikToker, hoe heet die weer? Semi. Semi. Wie? Waarom die? Waarom die? Gewoon, die maken niet, ja, een beetje slechte video's, vind ik. Ja? Dus geen dat... haat, maar gewoon slechte slecht. Video's. Gewoon niet oké. Okay. Niet oké. Okay. Gewoon zo, nee. Geen... Jij pakt je gsm en je zit die je doet gewoon zo, nee. Ik gooi er een steen naar. Wow. Ja, wow. Ja. Wow. Wow. Ja. Oké. Okay. Kunt je je voorstellen in twee woorden? Nazulemburg van Maasmechelen. Wow. Wow. Twee woorden. Nazulemburg van Maasmechelen. Twee woorden. Nazulemburg van Maasmechelen. Wat? Wat? Nazulemburg van Maasmechelen. Twee woorden. Nazulemburg. Oh, holla, drie woorden. Ja! Wow! Holla, ik was hier. Ja. Oké, okay, wat vind je dan van Céline Dept? Céline Dept? Wat vind je ervan? Ik ken haar niet, man. Nee? Nee. Jij kent haar, hè? Céline. Ja, wat vind je... Wacht, maar hoor, als het zeer eerste daar gaat twee platte oranges erbij krijgen. Hier. Zo twee platte oranges. Die van die eentje die, toch? Ja, die pakken ja, geld, weet je hoe geld die pakken? Ja, man. Zeg maar wie in de Tatsilin. Wow! Wow, wat is dit? Waarom die agressie? Haat, ik heb haat. Waarom heb je zoveel haat? Omdat ik werk hard voor mijn geld en die moet wat video maken, geld winnen. Moet ik ook winnen hier op de... Ja, win dan! Oké, okay. Okay, dit is serieus, dit is serieus. Ik mag er niet om lachen, ik mag er niet om lachen. Want, moet je boos zijn, moet je boos zijn. Nee, nee. Moet je boos worden, hè? Agressie, agressie. Ja, dat is niet, haat is niet nodig. Haat is niet nodig. Haat op hun, wel. Nee, nee. Luister, kijk, straks als je naar huis gaat, pak je gsm, open DM van Céline, stuur een berichtje, sorry van alles. Ik heb het al gedaan, ik heb het bericht gestuurd, ik vermoord u. What? Dat mag niet! Nee, grapje, grapje. Oké, dat mag niet, hè? Want haat berichtjes is not good. Grapje, grapje. Maar stuur een berichtje. Céline, je bent goed bezig. Je verdient eerlijk je geld. Ja, ja. Oké. Okay. Goed, goed, ik ga dat doen. Laat dat doen? Ja. Zeker, hè? Ja, ja, sowieso. Oké, okay, oké. Okay. Nou. Jij de slechtste van... Tyra, of hoe die ook kan heten. Tyra, Tyra. Ah, Tyra. Ja, ja. Waarom? Gewoon zo vetpack en dan zo'n beetje liggen dansen. Ja, ik snap niet. Ik mag hier niet meer lachen. Die 3000 haatcomments, maar die blijft door. Ik snap dat niet. Ja, je snapt dat niet? Nee, dat is het eerste waar je naar kijkt, naar die video's. Dat zijn die haatcomments, om eerlijk te zijn. Niet maar, TikTok, maar ik zag dat die haatcomments, joh. Maar je volgt die wel? Nee, tuurlijk niet. Nee? Die komt altijd helemaal voor jou. Die komt de hele tijd voor jou? Ja, dat is echt erg eigenlijk. Maar dat betekent dat je de hele tijd geliked hebt. Boah, je kunt mijn TikTok gaan kijken, dat staat nergens van die geliked. Nee? Wat vind jij nu eigenlijk echt van Céline Dept? Buik volgt dat niet, dat zijn allemaal BLO's. Oh, fast life. BLO's, we are back. Yes, we are back in Limburg. Voor wat staat de B? Voor een B. Wie vind jij de slechtste TikToker van België? Yo. Ik dacht, waarom ik? Omdat soms zijn echt van die fake grapjes, Allah. Oké. Wie vind jij de slechtste TikToker van België? TikToker. Céline Dept. Céline Dept? Ja. Waarom Céline Dept? Door die video's, die proberen zo fake te maken. Dus je vindt Céline fake? Ja. Als Céline voor je staat, wat zou je willen zeggen? Stop met fake shit te maken. Oh, dat is een harde boodschap, hè? Ja. Dat is hard, hè? Dat zijn harde jongens. Oh, amai, amai, amai. Ja, ja. Oké, wie vind jij de slechtste TikToker? Die Chinezen. Wat? 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 Die Chinezen, die eten, jongen. Die maken dat op TikTok. Die om. Die om. Wat doen die? Die om. Wortel in het Frans, is dat wortel of bochtel?
Wortel. Ja, ja, dus donnez-moi un... Wortel. Wortel. Wortel, lalalala. Nee, dat is het niet. Dun, 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 dun. Wat is paprika in het Frans? Paprika. Du paprik. Mm. Ja, ja. Ja. Du paprika, man. Ja, ja. Hey, de gele of de rode? Jaune. Echt niet. Nee, echt niet. Maar het is sowieso geen du paprik, hè? Nee. Nee, hè? No, man. No. Wat is wortel in het Frans? Is dat wortel of bochtel? Wat was de tweede? Wortel in het Frans. Is dat wortel of bochtel? Wortel. Wortel in het Frans is... Bochtel. Bochtel. Nee, dat is een karot. Oké, ja, ja. Dat is lekker, hè. Ja, lekker. Kunt je goed Frans? Ja, een beetje. Goed of een beetje? Beetje. Oké, okay. Luister. Wortel in het Frans is dat wortel of bochtel? Wortel, bochtel, buh. Bochtel, bochtel, buh. Jong. Dus wortel in het Frans is? Bochtel. Voilà, klaar. Dus donnez-moi une bochtel. Wortel in het Frans, is dat bochtel of wortel? Een karotte. Oh, ja, deze man is af. Ah, ja, is lekker, lekker, lekker. Mannetjes spelen met poppen met groen licht, moet je? Doodmaken. What? 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 Ja, wat doodmaken? Ja, ik ken die niet. Mannetjes spelen met poppen met groen licht, moet je? Doorlaten. Ah. Oké. Okay. Mannetjes spelen met poppen met groen licht, moet je? Stoppen. Ja, ja, ja! Ja, ja! Woe! Wat is de wortel van 16? 32. Wat? Weet je ze... Nee. Dus de wortel van 16 is 4 en ja? De paprika van 16 is 5. Voilà. Hoe komt jij? Heb je gewoon eigenlijk de wortel plus 1? Want een paprika is eigenlijk plus 1 wortel. Ja. Voilà. Eigenlijk, zo simpel is het eigenlijk. Ja. Wat is de wortel van 16? 4 of zo? 4? Als de wortel van 16 4 is, wat is dan de paprika van 16? 2 of zo? 2 of zo, oké. Okay. Wat is dan de paprika van 16? Paprika. Paprika. De paprika van 16 is paprika. Gele of rode? Doe maar groene. Oké. Okay. De wortel van 16. 4. Oh. De paprika van 16. Dat bestaat niet, ja. Hij is wakker. Kom jij naast mij. Hoe noem je iemand van België? Een Belg. Van Nederland. Een Hollander. Van Finland. Finner. Wat? Ja, een Finner. Ja? Een Finner. Wat dan? Een Finner. Finlander. Een Finlander. Ja, wat je denkt. Nee. Finder. Een Ender. Maar jij zoekt het veel te ver, hè? Ja. Finland. Dus iemand van Finland is een? Finland. Dat is hem. Van Nederland? Een Nederlander. Oké, maar Finland? Een Vent. Een Finlander. Een Vent of een Finlander? Een Finlander. Een Finlander of een Finlander? Een Finlander. Finlander. En hoe zeggen ze dat daar in Finland? Een Finner. Ah, yeah, yeah. Hoe noem je iemand van Finland? Een Fin. Lander. Van Finland? Een Fin. Sterk, deze man is sterk. Wie vind jij de slechtste TikToker? Ik weet niet, man. Ja, semi, man. Ja? Zo slecht, hè. Ja, waarom? Ja. Maar je volgt die wel? Nee. Je weet toch? Shout-out naar Cassidy Borrell, Victor Moses, Jarse Bokolo, Blade. En shout-out naar deze plaats daar zo, die plaats daar zo.